Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Business Club ONS Snake. Opstelling van vandaag tegen Nunspeet 12 december. De Vries in de goal, achterin Berger, Leo de Wacht, Pruiksma en Van der Meer. Op het middenveld Goedhart, Van Marle en Hofman. Voorin Rozenburg, Hornstra en González. Op de bank Ziyech, Man, Post, Kamstra, Swaga en Wemekamp. Het is vandaag 12 december. ONS speelt haar laatste wedstrijd voor de winterstop tegen Nunspeet. Eerste actie van de wedstrijd is ook voor ONS. Van Marle speelt terug op Rozenburg, welke de bal weer retour krijgt, maar niet weet te scoren. Uittrap Nunspeet. Bal weggewerkt door Leo de Wacht. Hornstra kan goed doorkoppen op González, die gemakkelijk de 1-0 binnenschiet in de 9e minuut. González, die een superseizoen heeft tot nu toe, veel de goal weet te bereiken en ook zijn kansen weet af te maken. Nunspeet, die wat slordig met de bal omgaat. ONS die daar gebruik van maakt, met hier een goed vrijgelopen Rozenburg, die de bal niet weet af te maken. Vrije trap voor Nunspeet. Goed voor de goal gekregen. De nummer 10 van Nunspeet krijgt nog een kans, maar maakt deze niet af. Hornstra. Bal in de hoek gespeeld naar Rozenburg, die weer goed door kan lopen. En de bal naastikt. Vrije trap ONS, Berger. Bal mooi voor de goal gekregen. Doorgekopt door Hornstra. Waar González weer op de goede plek staat. En in de 31ste minuut de 2-0 binnentikt. ONS lijkt deze wedstrijd niet meer uit handen te gaan geven. González en Rozenburg nog. González maakt het af. Hij wordt gesteggeld met de bal. González pakt de bal op en waagt een schot op doel, welke helaas kracht mist en makkelijk te pakken is voor de keeper. Ook de grensrechter is goed ingepakt vandaag. Dan een opmerkelijke gebeurtenis in de wedstrijd. Goedhart loopt door. Er wordt wat geschreeuwd. Wat wij aan de beelden konden zien is dat Goedhart doorliep en wordt daarvoor bestraft met een rode kaart. Dan in de tweede helft, 60ste minuut, corner voor Nunspeet, die goed voor de goal komt. De nummer 2 van Nunspeet kan de 2-1 binnen tikken, maar verzuimt dit. Nunspeet weer in de aanval. Bal goed voorgegeven. Maar Nunspeet weet hun kansen niet af te maken. Dan gaat ONS wisselen. Hornstra gaat eruit en voor zijn plaats komt Ziyech. Nunspeet weer in de aanval met de nummer 12. Goed doorgelopen. Goed verdedigd door keeper De Vries. Vrijtrap Nunspeet. Zwabberbal in de 16. Met nog een schietkans voor Nunspeet. Doeltrap voor ONS. Nunspeet die het wel probeert. Ballen er wel krijgt, waaronder deze. Mooie bal op maat. Goed gepakt door De Vries. ONS dan weer. González. Van Marle. Tikje terug op Rozenburg, die een schot op goal waagt. Helaas naast. González is op. Hij heeft kramp. Hij wordt gewisseld voor Danny Kamstra. ONS wordt opnieuw gewisseld met nummer 7, Curtie González. Schot op goal voor Nunspeet. Dat de scheidsrechter weer een belangrijke rol heeft vandaag, is dan deze gele kaart alweer te merken. Volgens de scheidsrechter is de bal te laat in het veld gebracht.
En krijgt degene die de bal heeft gegooid op de bank een gele kaart. Opmerkelijk. Rozenburg. ONS die de 3-1 binnen handbereik heeft. Door middel van Danny Kamstra. Hij weet het helaas niet af te maken. ONS doet goede zaken vandaag. 2-0 tegen Nunspeet. Stevens en Bevorijden, hartelijk gefeliciteerd met deze prachtige overwinning. Dames en heren, meisjes en jongens, bedankt voor jullie aanwezigheid. Prachtig. Voor nu wensen we... Sander, gefeliciteerd voor de winststop. Lekker met een winst, de winststop in. Aparte wedstrijd, weer geleid door een aparte scheidsrechter vandaag. Ja, ik vond het weer een meesterwaarde eerste helft. En, eigenlijk 2-0 lijkt te weinig. Ik denk dat we met 3-4-0 de rust in gaan, dat het niet eens geflatteerd is. En dan komt er nog een momentje net voor rust. En, goed, als hij Patrick rood geeft om die reden, om het opstootje daarna. Hè, dan moet je, waar het ook om ging, de nummer 22 van hun, die had ook al geel. Dan moet je ook minimaal geel geven, dan is dat ook rood. En dat gebeurt dan weer niet. En dan denk je wel eens, waar gaat hij naartoe? En het is net of ze het er ook op gemunt hebben. En het begint een beetje op te vallen eigenlijk, in negatieve zin. En dat is niet goed. Klaar, je wint hem. En ik vond wel de tweede helft gewoon met Stine wederom. En ook verdiend gewoon hebben. Want ik vond dat we eigenlijk weinig weggegeven hebben. Duidelijk. Algemene vraag. Zijn jullie tevreden over de eerste helft van dit seizoen? Ja, absoluut. Kijk, als je ziet waar je nou staat. Je staat nou gedeeld eerste volgens mij. Er zijn natuurlijk ploegen die wedstrijd in moeten halen. Een wedstrijd, maar... Ja, kijk, de doelstelling was linker rijtje. En als je dan in de herfst of in de winterstop, als je dan gedeeld eerste kan staan. Ja, goed, dat doe je het gewoon goed. En natuurlijk zijn er altijd, we zijn hier toen begonnen om ONS proberen wat meer vooruit te laten voetballen weer. Nou ja, goed, dat is redelijk gelukt. Alleen dat moet nog wel veel beter. Ook in balbezit moet het nog beter. En ik vond wel dat we vandaag wel heel veel goede dingen hebben laten zien ook weer in balbezit. En we heel veel diepte in het spel hadden. En dan creëren we heel veel. En, ja, dat was nog wel eens wat minder misschien de eerste helft van het seizoen. Maar ja, goed, dat moet ook groeien. De hele winterstop, de tijd voor om dat te beoefenen natuurlijk. Laatste vraag, wat vinden jullie van ONS TV tot nu toe? Ja, ik vind het leuk. Ik kijk elke zondagavond of maandagochtend zit ik even op internet te kijken. En het is leuk. Het is, je ziet de wedstrijd terug. En als trainer zijnde kan je wat dingen terugzien. Maar ook als liefhebber vind ik het ook leuk om daarna te kijken. Dus ik ben er zeer positief over te spreken. Dus ik zou zeggen, ga ook door en hou dit vast. Putty, gewonnen voor de winststop. Lekker de winststop in. Voor jou een enerverende wedstrijd. Twee keer gescoord, gele kaart en geblesseerd. Ja, nee, niet echt geblesseerd. Ik was gewoon op. Dus ik kreeg kramp. Dus daarom ging ik eruit. Maar ja, gewonnen. En dat was ook de opdracht. En dan ga je inderdaad wel lekker de winterstop in. Wat is jouw mening over deze wedstrijd vandaag? Ja, ik heb een dubbel gevoel. We hadden voor de tijd, hadden we met de jongens besproken, even wat minder, weet je. Want we hadden wat rode kaarten, wat gele kaarten. En toen wil je dan vandaag laten zien, net voor de winterstop. En dan gaat het weer fout. Ja, ik heb niet precies gezien wat er is gebeurd, maar het was zeker geen rode kaart. Daar ben ik van overtuigd. Jullie trainen gewoon door, neem ik aan. Ik had het met Sander er net ook al even over. Jullie moeten wat meer naar voren gaan spelen. Inderdaad, wat jij zelf net al zei, wat minder agressief spelen. Hoe gaan jullie dat aanpakken? Ja, ik weet niet precies hoe de trainers dat aan willen pakken. Kijk, je wil natuurlijk niet iemand een doodschop geven of een rare overtreding maken. En de meeste rode kaarten die wij hebben gekregen zijn zwaar onterecht. Dus ja, ik weet het niet. Ik denk dat we het er nog een keer over gaan hebben. Maar... Fijne winterstop en dankjewel. Ja, dankjewel. Doeg.